praktisch. Hoe verbinden we dat aan onze beweging? Dat hebben we van oudsher gedaan. Maar we zijn heel lang met heel veel inzet en liefde en kwaliteit aan het besturen geweest. Dus we gaan nu opnieuw die beweging organiseren. Nou, het voorbeeld van afgelopen woensdag in Ellevoetsluis. Daar heeft de afdeling eigenlijk binnen een week zo'n avond georganiseerd, waarbij de wijk massaal naar binnen kwam. Wat gebeurde er? Er waren handtekeningenlijsten. En we gaan met mensen in die wijk die school organiseren en in stand houden. Allemaal, maar wel 50 mensen die zich opeens aanmelden om actief te worden met de Partij van de Arbeid. Dus organiseer dit soort avonden op thema's die je vindt in de zorg, in het onderwijs, in de economie, in de cultuur. Overal zijn maatschappelijke kwesties die spelen. En sluit je aan en kijk over de grens van je afdeling heen. Ja. Kijk naar buiten. En ook van je partij zelfs. Dus nodig ook externe huis. En nodig al die maatschappelijke organisaties die ook op dat vlak van welzijn. Want ook die kwaliteit in het onderwijs gaat veranderen. Dat wordt niet meer kennis in kopjes proppen. Dat wordt veel meer het welzijn en het ontwikkelen van vaardige, waardige, aardige mensen. En dus heb je ook die anderen nodig. Doen, zou ik zeggen. Ja, die gaat op alle afdelingen. Kijk naar waar en hoe groot is het probleem hier in de regio. Wat vind je daarvan als Partij van de Arbeid? Hoe vind je dat de samenleving eruit wordt te zien vanuit onze principes van solidariteit, toegankelijkheid, verheffing? En kijk dan naar hoe kun je samen die beweging op gang brengen met de mensen om je heen die dat ook graag willen. Door bijeenkomsten te organiseren in de wijk. Maar ook te kijken naar wat kunnen we nog meer doen om deze beweging plaats te laten vinden. En nou ja, vraag daar ook expertise van buitenaf en wij denken graag mee. In een hal met allemaal wijkbewoners die zich allemaal zorgen maakten gewoon over de school voor hun kind. Als er iets is waar ouders op afkomen en over mee willen praten, is het wel de school van hun kind. Dus daar krijg je gewoon een heleboel beweging, kun je daarmee tot stand brengen. Als je daarover door gaat praten, wat verwachten wij van onze school? En wat willen we daarvoor doen? Wat verwachten we van de politiek? Wat kunnen we zelf als ouders? En wat verwachten we van het schoolbestuur? En een nodige schoolbestuur erbij en een wethouder. Dat is hartstikke leuk. En nog één ding, wat volgens mij ook van belang is. En dan moet je even wat van belang is. Wie zo kwetsbaar zijn de docenten. Ik zit de hele tijd te vlassen in Zeeland, maar dat is misschien ook iets wat jullie in de Achterhoek kunnen doen. Hoe kunnen we de schoolmeesters en schooljuffen uit het primair en het voortgezet onderwijs bij elkaar brengen? Er hoeven heus niet allemaal partijgenoten te zijn, want ze zijn er. Hè, want het laatste was dat we zo weinig nog maar draagvlak hebben onder. Maar ik denk dat voor ons een hele belangrijke groep is om die los van alle publiciteit, maar wel om hun zorgen te kennen. Dat is dus een andere zorg dan die van bestuurders. Nogmaals, ik heb geweldige bestuurders. Er zijn echt geweldige mensen. Er zijn er ook een paar kwaaien. Maar los van de bestuurders, de docenten. Zoek ze op, probeer ze bij elkaar te brengen en kijk eens wat hun zorgen zijn. Want dan kom je inderdaad uit ongetwijfeld een leuke les verzinnen. Of hoe kunnen we dat veroveren? Snap je? En er zijn nog een heleboel dingen in de CAO die ook ingewikkeld liggen. Precies. Nee.